politieagenten doen vaststellingen aan het terrasraam op de eerste verdieping. Via het balkon zijn inbrekers het huis van minister-president Chris Peeters binnengedrongen. Daarbij moeten ze veel kracht hebben gebruikt, want de zware ruit hebben ze stuk geslagen. Ja, de politie was hier en men heeft de ramen ingeslagen en heel wat juwelen meegepakt. Okay. Dat is wat schade, ja. Okay. Ja, ja. Op het moment van de inbraak zat Peeters met zijn echtgenote op restaurant. Omstreeks 9 uur gisteravond ging het stil alarm af. De privéfirma dat het signaal binnenkreeg, verwittigde meteen de politie. We zijn dan onmiddellijk ter plaatse gegaan. Quasi binnen de 5 minuten na de oproep waren onze mensen ter plaatse. Maar ze konden enkel vaststellen dat, dat de dieven verdwenen waren. Een goeiedag, slaap op federale gerechtelijke politie. Het lab van de federale gerechtelijke politie doet een sporenonderzoek. Met een politiehond zoeken agenten naar de daders zonder resultaat. De gemeente Puurs kampt momenteel met een inbrakenplaag. Vorige maand alleen al waren er 11 woninginbraken en 4 pogingen. Dat is inderdaad niet weinig, maar je mag niet vergeten, we liggen hier aan een zeer gevoelige verkeersas, de A12, Brussel-Antwerpen. En dan ook de N16, die dat verbinding geeft dan met Sint-Niklaas. Dat zijn ideale vluchtwegen voor potentiële daders. De politie doet geregeld extra patrouilles en preventieve campagnes, maar die hebben de daders gisteren niet afgeschrikt.